De energie die via mij als medium los mag komen, is een liefdesenergie. Deze liefdesenergie raakt het diepste van de mens. En in dat diepste van de mens voel jij al iets? Alles verborgen. Nee. De oorzaak van uw klacht. Ja. Niet bang zijn als u ineens een pijn voelt die erger wordt. Mijn ankels werden waar. Als u ineens gaat huilen. Ja. Gaat lachen. Misschien gaat... Ik viel ze timmeren. Misschien een boosheid over. Ja, hier. Op dat hoort bij het proces. U mag leren loslaten. Dus die jongen kon het vast zitten. Met beide benen aan. De handen op schoen. Ja, wat een wonder. Met de wapens in de beeld bij zo'n zittend geest. Ja, het helpt echt hoor. Laatst al was er een man. Die zat al 20 jaar in zijn rolstoel. En opeens kon hij weer lopen. Ja, maar kijk zo. Wie een wonder. En letterdoen zei hij de harlepiep. En het liet er nog een dubbele flik vlak erachter. Hè? Dag meisje, dat leeft er net wel. Zag gewoon zo'n kolmer comediant in hier. Die had ze in een rolstoel deel zetten en had ze zijn van, sta op en wandel. Amma hola. Hé. Hey. Hola, 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 hop. Hop, hop. Hola, 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 hop. Hop, hop. Hola, 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 hop. Ja, domme net zo cynisch en denk maar om niet recht. In de midden, man, hè. Dus die te bemerken. Dat je hem zo besommerd en midden die letten. Ja, nou, als je er naartoe zou gaan, dan zou je wel anders praten, hè. Ik heb die waskoren. Waar weet is het wel wat voor die? Waar weet hij om het wel wat in recht? Hé? Ja. Nou, mij krijgen net eens een tinte. Ah, zo doe ik ze met de keer zijn nek nog. Ach, ouwe suurpruim. Je hebt geen eens kiezen. Hij had het wat dreig. Wist de morgen is hier die grote keertspartij. En jij die kreeg er gauw als de kroos om mijn nekken. Kaatskoning heet dat toch? Ja. Maar soms in regen, soms er ook uit is, kunnen er alleen maar meer naar zien. Ja. Sjoerd gaat morgen ook meedoen. Hij gaat een krans voor me winnen. En de kaatsbal. Maar zal ik daar eens wat vertellen? 39 jaar lang won Bent de PC in Frensje. Ja. Hij kreeg de kroos om mijn nek. Oh, ik zit nog kleur van me. Een prachtige kroos weer. Van rode en witte anjers. Hij komt met die kroos op mijn tafel. Leidt hem van mijn voeten op de grond. Valt op de knibbels. Ja. Pakt mijn handbeet. En vraagt me om verkering. Bent de romanticus. Ja. Ja, dat is ook een wonder. Ja, en wie ik dagelijks de laatste keer ter blom van mijn man nog maar. Maar takken hier ben we 40 jaar trouwd. Het gaat beginnen. Waar heb je de glazen? Ja, wat? Dus ik kom erop. Nou, snel! Ja. Snel. Kom op, kom. Helpen? Die rit. En ging dan op die nagen plak, want ik wil net met mijn hol onder die nek en de man hebben. Dat is een verdomd goed stukje. Intelligent kreun. Spinkironie. Snijdig, scherp. Krijg ze dat jij. Maar dat is in eigen kalm. Ja, wat was dat dan? Eigen romstjong, Ben. Hoe is het nou maar die reg? Ja, pinnen. Jo, net met die koude poten zien mijn koeten aan. Maar ik ben niet koud. Jomanda had ze opwarmen. Leus doet dat niet. Denk aan voorzichtig, dat is genezend wetter. Nou, ik proef geen enkel verschil. Het is instraald. Ja, wat? Ah, wat was nou? Skilt een broesterblad. Ah.
hield wer in de jere. De was een spaker kijk van mij. Men zegt het denk ik wel van vieren. Zo, dat ziet er goed uit. Sjoerd, je telefoon staat uit. Mevrouw Miedema hangt vanaf morgen achter aan de lijn. De papegaai heeft de snot of zoiets. Ja, dat heeft er te weinig hier. Ze moet er net een volle zout apen uit, ja. We kunnen net al langs de deur leven. We laten vanmiddag in topvorm hebben, lieve. Nou, dan neem ik dat lekkers toch weer mee. Nee, dat stuurt mij nooit, hè. Daar is mijn keertskinderin. Zorg nog maar dat jij de kaatskoning wordt. Wij komen vanmiddag in mijn kroos dus. Dat kun je maar op rekening, man. Absoluut. Ja, absoluut. En als je verliest, dan rouw ik dan zeker. Ja. Koning op sokken? Zo noemen ze zoiets, toch? Morgen. Morgen. En? Heeft het geholpen? Nee, Bing, het had het bedoeld. Hij smiet zijn gebed in het glas. Vanaf jongen had ik alleen maar strijdende tosken. Mijn ankels. Doch, wat krijg ik de cigarettes van hem? Ze zijn helemaal dik en opzet. Ja, misschien moet je nu wel een keer naar de dokter. Ja, de dokter is eerst in de duur. Had Sjoerd net wat zijn jicht? Bent, Sjoerd is veearts. Ja, hij bedoelt ook een paardenmiddel. Zoek ze wat, ja. Hinders had ik les van gewrichtskwaal van Stevens, hè? Vreeg het Sjoerdje. Ja, dat is goed. En misschien neem ik dan gelijk een middel mee tegen die rugpijn van jou. En dan kan ik ook gelijk kijken voor een rollator voor een stijf hangbuikzwijntje. Nou. Vanaf Joert liet ik me niet meer op een kostje. Zelfs net ook mijn eigen squandochter. Vanaf Joert vind ik mij een jonge gods met een bjusterbaarlijk goed zin. Verdomme. Zou dat wetter echt werken? Verries bloed je hoop, wol nou broes en ziede. En bons je droge zieren om. Vleen op wees jong het beste lof van ieder. Het frieske lof van ieder. Hoi Beppe. Hoi Leeuwen. Ik zou pakken vrij gaat pakken van de middag, ik mag hier naar het keertsen. Oh, maar gaat je mem dan net mee? Nee, niemand op een praktijk passen. Want hij met ik mag keertsen. Oh, nou ja. De kerst het een vreugje, maar ik jou die een beetje kans. Want wist leven, zo'n pakken zelfs net meer keertsen, komt er dan nooit meer. Nou ja, kerst het altijd beziekje voor zelfs. Hij is papa. Waar weet je het er wel mee? Wist het? Hij zei van hem dat er een bjusterbaarlijk goed zin hier. Nee, volgens mij is hij jongens jong. Adere, o Frieske Grokling, dan Ami Famke. He, wacht even, hè. Te gerris, jongen. Klinton en daver je vier in de troon. Dino de ere, o Frieske Groen. Beppe zei, misschien had paken er wel geen zin om, maar ik vrees het paken toch maar. Wil paken wel mooi naar het keertsen? Geet je met mij mee? Mooi, dan ging ik met hij mee. Ah.
die dwam maar naar het kietsen. Oh, nou dat is mooi. Er is een brief van ik kom, van Gak. Meidje maar riepen, ze hebben net volle soepswezen. Nee, elke dag een check voor oren mannen. Moest hem zelfs net al lezen. Nee, ik kan letter wel. Kom, Cynthia. Nou, goeie. In verband met de landelijke herstructurering van de WAO en de vele klachten van misbruik van sociale verzekeringsgelden hebben we besloten tot een herkeuring van alle uitkeringsgerechtigden. Met het naar water net? Ja, hoe lang maar weer naar water? Jongen, jongen. Wat wordt dit wat, man? Wil je erin? Wie is er de ankel gingen? Waar die op? In de doos. Waar? Op waar? Ja. Ze stof hier van me niks voor, het had geen doel meer. Wat zou dit? Nou, je zult ons opslagen, hè? Je bent die dikke baas opslagger. Ik heb ooit mijn zoon naar de 50 punten boven de list. Ja, maar hij had een hele wrakke reg, man. Dat is meer dan 20 jaar lien. Dat ben ik dikke beelig. Goed, ik ben de spelregels verhoren. Nee, man. We zijn helemaal geen letter daar. Nou, wat zijn we nou mooi? Nou, we gaan helemaal komen, man. Oké. Ga je voor? Ja. Hoi, mijn wandel, hè? Een goede keizer had heel te behandelen, is dat wel? Nou, hoe ligt het? Zet hem op, Paken. Paken is een kening op zakken. Hier is net wel, cheers. Nou, een rondje van mij. Ja. Op u zei ik eerst. Oh. Hey, lok wel eens kort van de kont.
Maar je dat hoort tegen ken, jongen? Wat, dat de kinderen worden zoen? Nee, dat je een rondje wil aan zoen. Ah, jongen, dat hier is er geen wat. Draaien zit bal achter elkaar. Ja, maar wel een goede opslag aan. Hey, Sjoerd. Wat is je zoen, jongen? Heb je er wat? Nee. Vroeger, hè, oefende ik altijd op zijn achterdoek. Hij had men beloofd dat hij het koning wilde zoeken. Toch, Heid? Ach, ga die stilzitten, jongen. Wat was je nou eens? Als men je weet hoe de stooie ziet, dan is het lang hoes. Ach, let dat ben nou even. Het is op les feest of net, hè? Ja. Hé, hey, Hans. Wat ben je verleurd op dat tafeltje? Wat moet niet? Nou, die vreemde wordt door die. Was toch best en zo, maar... Oh. Met vriezen? Ja. Nou, jou is maar even een berenburgje van mij. Ja, best. Sinds Benny, ik jere dat de garage tijdelijk dicht weer. Ja, het is wel voor een paar maanden, ja. Ik denk dat ik zo lang mijn uitkering neem. Ik ga een bordje kocht en die kan ik dan mooi aan opknappen. Wat is dat dan voor onzin? Best zo net. Maar het werkje van die jeld. Ik weet wat rotten is. In de strenge winter van 54 ben ik op reden naar Engelwerenwest, op mijn oudjes. Vaak in de Hongkong griep en ik was melk op zijn boerderij. 40 kilometer op reden, dik lopende kaart. En ik was nog 18 worden. In 54, wie hij tolwe? Hey, dochter, dat wat dat? Doe ik thuis gaan, wij mijn liedje teen bevijzen. Heel veel zwart, maar toch stond dat ik griende. Nee, ik wie het. Zie mij het paken zo en het paak de drukpers op zijn kern kreeg hier. Cynthia, weet die man wat er stond je best? Met de heese tijd, hè? Kom. Ho, die bal bloed je. Alles pakken ze hier, hoor. Alles. Bent Koning. Dat stond dat koest me die reg van die. Ja, het dieven zelt al de verskorenste zeer. Maar ja, de namen van de families die op het spul, hè, dat zag. Oh ja, en thuis kan je nog geen kopje thee zetten van de pijn in je rug. Ja, maar daar is ik een eer rond te behelden. Nou, heid? Nee, zoals jij hem zet niet, nee. Zwart en bitter. Toe, Cynthia, eet even door. Dus Dovorst beweren dat er net een wonderbad is. Na dat drinken van dat instraalde wetter. Waar haast het nou oor? Dat leeuw toch net, dat is toch belachelijk? Nou, ben je in een Romeinse tjerke, telt het ons op van de wonders. Rooms en binnen kannibalen. Ze denken dat ze het lichaam van Jezus opeten als ze naar de communie gaan. Oh ja? Ja. Nou, die Friese hervormen van die maar lieken bijlibbig. Mijn begrafenis, hè? Ik heb de stage hier strijker met Sjerke heen. Omdat ze bang binnen dat ons de geest waarom komt om te spooken. Nou, bij Sietse van de bakkerhuis, dat was helemaal niet in. Dan moest je midden in de nacht net in de bakkerij komen, want dan spookt hij erom met zijn skieren mol hollen. Is dat weer? Je moet s'avonds niet van die enge verhalen vertellen. Dat is niet goed voor een kind. Dus, Do hast nog altijd pien in de reg. Nou, dat is misschien maar goed, ik. Anne krijgt ik in gedonder maar de herkeuring, alsjeblieft. Herkeuring? Ja. Kom, Cynthia. Zit even naar bed brengen. De dagen wie in de kwatter. En ze mag ze een hier lijn. En moeder leven net met zuster rieden. Het wie Klaas we net zin. Maar hij liet ze gaan. Ze streken de opveerdel. Maar bij een bocht konden ze net verder. Ja, dan maar stop. Het wit krijgt ze spannend.
bist toen net wat te oud om valijzen te doen. Toen bist al eens 8. En dan was ze een mooie stem paken. Ja, dat weet ik echt wel. Zal ik Thijs een geheimje vertellen? Maar de meeste mag ik niet op praten. Zelfs net, vooral net met die mem. Beloofd. Beloofd. Wist u hoe het komt dat ik het keertje woon? Dat komt door het instraalde wetter van Jomanda. Dat heb ik opdronken, per ongeluk. En nu weer de binnensamer hoor. Vreemd, hè? Maar dat is toch hartstikke mooi? Paak is bij beter. Shhh, dat mij de oren net wit. Als ze weten dat het binnen oor is, dan... Jongen kreeg ik een brief. Ze willen me herkeuren. En als ik goedkeurd word, dan heb ik kans dat ik een uitkering mee krijg. En dan... Maar dat in Paak en bij bedelen. En dat is net zijn beste zelfs. Maar dan zwaag je ik toch voor je? Dat vind ik leer van mij. Maar dat ken ik. Door me leren en de beroep kiezen, krijg dus die uit. De pin is samen voort. En kan paken dat ik zwaar je dat het samen bij weer omkomt. Tillen en sa. Nu is het mooi geweest, Cynthia. Geef opa een nachtzoen en slapen. Eens kijken. Hey, geen grap, hè? Straks lijf van de reg. Tik erop. Ja, ik dacht misschien. Net tinken, dat doe ik wel voor je. Wegwezen. Zal ik die voor je zelf? Alsjeblieft. Ja. Blijf maar, jongen. Nee, wat is een goed idee, Bert, jong? Het valt daarvan. Nee, nee. Dat duurt nog wel even. Die kerel die schiet niet op. Ik weet het niet wel, maar ik heb het idee dat iemand het nog nooit eerder heeft gedaan. Wat die beide mensen kreeg woon. Ze vregen gewoon wat. En wat vregen ze dan? Nou, als toch wel vaker een keertje woont hier, dan was dorst in die vrije tijd. Als de verenigingsmeester bist of net, zoek ze wat. Nou, wat dat zijn? Nou, dat is altijd voor oren kleerst is. En ja, wat in die vrije tijd, als ik zou je putjes en zo. Putjes? Ik? Ja.
En dat had ze al die opschrijven in het boekje? Ja, ja, dat loopt al, ja. Zo liet het wat zitten, Hans. Ik ben NSB'ers. Meesken van de sociale recherche. Die willen weten of ik echt een zwakke rij ga. Hé, dan kunnen ze me nu een keer weer omdraaien. Dus de, die pinnen wie samen voort? Ja, naar één slokje verder. Net verder vertellen, hè. Hé, hey, laatst niet ik zoek ze wat, hè. Dat Gio een arme man en ik geloof dat die stakker hier in de toiletten heel ruik in hier. Ja, en niet in koeder alles wel. Hè? Ja. De harle piep, de flik vlak, de dubbele Nelson vogeltjes dans, neem maar op. Hé, hey, wist wat misschien wel helpt? Ja, uw mem zei het altijd, hè. Bidden van Maria. Bidden van Maria? Ja. Dan kan je hier in de kerk net van binnen bezien. Echt, maak het dat nooitje. Dan doe je toch ze beren. In de kerk is elke niet gelijk. En van Bob en ik trouwens. Zullen we eens even oefenen? Kan jongen me even door Rijn helpen, want het is mijn rechtsketten. Och, mijn zoon, het spijt me dat ik u zo heb laten schrikken. Oh, nee. Hoe is het mogelijk? Ik ben genezen, ik bedoel, ik ben verlost. Halleluja. 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 Onvoorstelbaar. Goeie. Wij komen van meneer Baars. Oh. Nou, die is in de hoes. Kom maar in. Morsje. Je bent een twee meisje, vadij. Meneer Baars. Als je meent dat je me stikken krijgt, kinderen, dan ga je met bij het verkeerde heen. Hm? Wij binnen van de... Je hoeft niet te zeggen, dat weet ik wel. Mijn hoes zit een opzoor, Dimitri. Nou. We halen hè, dat je excentriek binnen, maar... Maar dat je een goede inboast had dus. Is dit een nieuwe tactiek voor je? Dus? Jo, begreep het net. Wij binnen collega's. Collega's? Wat collega's? Jo, ben toch ik journalist? Wij binnen van de kranten, we zitten in de jury van Borger van de Moanen. Wij kiezen elke maand een dwarp uit en dan gaan we op ziek naar de Borger die hem het aanroene hier het meest verzinselijk maken had. Oh. Wij doggen ingeënt research en moeten daar een paar vragen stellen. Wij gaan nooit een lien achter iets. Als Borger van de Moanen krijg je een ier-abonnement voor alle voorstellings in de harmonie. Jo krijgt een ierkaart voor het openbaar vervier. En bakkerij Sipkema stelt zien oranje koekenbon ter jouw beschikking. Zien? En jo krijgt ook nog eens 20 flessen Berenburg cadeau. Nou... Dat jij wel goed. En er komt een wijdwijder interview. Het spijt me wel, maar ik mag het weten niet. Hoezo? Kunnen we jou net bepraten? Meneer, weet je wel wat jouw nations is? Mijn besluit zit vast. Het is een doos, maar ik wil het net. Nou, dan moeten we dat accepteren. Meneer Baas, je weet het zeker? Heel zeker. Zoals verzin ik net.
Er zijn lui die mee wat zitten voor de maatschappij als ik. Dus, goeie. Goeie. Ja. Goeie. Ja, waarom zei de stoon nou nee? Als in de kranten komt wat ik al in het eind zet, dan loeken ze mijn uitkering in. Begrijp ze dat net? Er is een brief komen van hij van het vak. Ja, en daar zit in dat het een fout is en dat meisje boppen de 55 net meer van de herkeuring hoeven. Kinderachter, man. Hel ze voorop. Kinderachter. Kom nu voorzichtig. Het bargeskip van het Ier. Het weigering. Vooral omdat ik mij net beter viel wil als een oor. Elk meisje is anders gelijk. De beste lezers. Het is dat mijn vrouw lezen die zei. Eigenrom stjongt beent. En verdomd. Ze had gelijk. Het rint af de